Je bent een vriendin die ik iedereen zou willen wensen. Je bent een vriendin om trots op te zijn. Nou, lieve vrienden, ik heb allemaal vergiet vol. Daar staat de afval, maar ik heb een schaaltje gepakt en een ui. Zo, lieve vrienden, ja, het is vandaag zondag, allang al hoor, ja. Nu ben ik nog geruime tijd er ook uit, maar ik had eerst andere dingen te doen, moet ook kunnen. En ik denk, nou, het wordt nou eens een keer tijd om met jullie even een babbel te maken. En ik wens jullie uiteraard een hele, hele fijne, liefdevolle moederdag toe. Oftewel, middag, moedermiddag, ja, dat klinkt raar hè, moederdag, gewoon een moederdag. Ja, en ik hoop dat jullie verwend worden. Nou ja, ik zit in mijn uppie met meisjes natuurlijk. En met mijn kereltje. Nou, mijn kereltje is buiten. En mijn meisjes zijn beide binnen. Daar ga ik straks mee lopen. Maar ja, het dreigt weer naar een bui. Heb ik net gezien op buienradar. En het onweer steekt dat ik wacht even dat buitje maar af. Het zijn kleine, momenteel kleine piekjes. We hebben ook hele hoge pieken gehad. Nou ja, stortbuien dus. Maar allemaal buien eigenlijk meer voor het stof, laat maar zeggen. Ja, daar hebben de boeren amper genoeg aan. Dat zijn kleine, korte, heftige buitjes. Met onweer. Even Karin en Roderick. Twee hele mooie gedichten gehad, tenminste van Karin. En ja... dan moet ik mijn computer aandoen en moet ik daar wat eens app op doen om die even voor te lezen. Maar de computer maakt me wel af en toe heel veel herrie bij het opstarten. Maar we doen het gewoon. Ja, waarom niet? Hè? Oh ja, het is dus vandaag zondag, wat zeiden we, 9 mei. En het is op die klok is het 2:50 op mijn horloge is het 14:21. Dan wachten we wat de computer zegt, want ik weet het echt niet. Geen flauw benul. Hij blijft rustig. Ja, hij blijft warempel rustig. Geen internet, kom op zeg jongens. Even wat indiepen. Ja, wel internet. Toppie. Dikke wat harder. Het is 14:20. Dan ga ik even wat is app openen. Ja, ze heeft die gedichten van het internet afgehaald. Wat weet ik ons. Ze kon zelf geen gedichten maken. Dan is het, mam, we hebben een gedicht nodig. Kan u dat even doen? Ja hoor, waar moet het over gaan? En voor wie is het? Ja, dan moet ik wel even alles hebben, hè. Ja. Maar komt wel goed allemaal. Dan moet ik Karin hebben. Dan moet ik die tekst hebben. Je bent een vriendin die ik iedereen zou willen wensen. Je bent een vriendin om trots op te zijn. Je bent een vriendin waar ik alles mee kan delen. Je bent een vriendin die ik kan vertrouwen. Je bent een vriendin die ik nooit kwijt wil. Je bent een vriendin waar ik altijd mee kan lachen. Je bent een vriendin die mij helpt in goede en slechte tijden. Je bent een vriendin die er altijd voor mij is. Je bent mijn beste vriendin en daar komt niemand tussenin. Dan heb ik er nog één. Mijn moeder heeft mij op de wereld gezet. Houdt van mij zoals ik ben. Staat altijd voor me klaar, leerde mij te zien wie ik ben. Zorgde voor mij als ik ziek was. Steunt mij wanneer ik dat nodig heb. Geeft mij kusjes en knuffels en ik haar. Geeft mij liefde en kracht. Lieve mama, dankjewel, ik hou van jou. Nou, hoe mooi is dat als een kindje dat toestuurt. Ik heb haar geschreven. Dankjewel, lieve schat. Ik probeer mijn best te doen. En meer dan dat kan ik niet doen.
en ik hou zielsveel van jou. Dat zal nooit overgaan, waar ik ook ter wereld te zijn. Mijn liefde voor jou is eeuwig. En toen heb ik eventjes wat opgezocht, op YouTube. Voor mijn dochter heet dat toevallig. En dat is een filmpje met tekst. En dat heb ik naar haar weer toegestuurd. Ja, dat is toch bijzonder? Of niet dan? Dus ja, typ bij YouTube maar gewoon in voor mijn dochter en je komt het vanzelf tegen. Dus ja, echt geweldig. Dus maar dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ze heeft het in ieder geval al gezien of ze is nog aan het kijken. Ik heb die weer sluiten. Maar in ieder geval, dat is ook weer goed terechtgekomen, denk ik. Ja, ik kan niet meer doen. Nee, dan alleen nog maar mijn best. En ik denk dat het voor elke moeder, elke ouder, ook vader, net zo goed hetzelfde is. We kunnen ons best doen en meer dan dat kunnen we niet doen. Oké, wij zullen ook onze fouten maken tegenover onze kinderen. Ja, maar dat gebeurt nou eenmaal. Ja. Als je het maar weer goed maakt. Ja toch? Ja. Maar oké, ja, het zonnetje schijnt, de lucht is daar grauw en daar, ja, het is bewolkt, maar de zon schijnt ook. En ik zit momenteel niet regenen, dus ik ga er lekker even vandoor, even met de meisjes naar buiten. Ik maak het denk ik nou niet lang met die onbesteed, want het is iedere keer maar raak. Ik heb het nog niet, het is eventjes zonnig en dan begint het weer. En dan is het weer een half uurtje zonnig en dan begint het weer. En dan is het weer een kwartiertje zonnig en dan begint het weer. Nou ja, misschien bij jullie ook, ik weet het niet. Maar dat krijgen we van bovenaf cadeau als voor onze moeders, hè. Ja, krijgen we allemaal gewoon cadeau. En dan moet je het hebben dat je bang bent van onweer. Maar dan valt het toch wel mee. Het dondert alleen nog. Ik heb het nog niet zien weerlichten. Maar er is er nog eentje bang, want die kroop vanochtend vroeg al onder mijn bed. Ja, die lag op bed, maar ze ging er vanaf en ze kroop rond. Met andere woorden, ik hoor hier niets en ik zie hier niets. Nou, je hoort het wel, maar je ziet misschien wat minder. Maar ja, maar die lag goed, die lag gewoon onder het dekbed, dus ja. Ik maak ze verder ook niet bang, ondanks dat ik het zelf wel ben, maar... Ja, gewoon doorgaan met die banaan, weet je. Maar ja, alles komt er neer, tenslotte goed. Ja, jullie zien daar een plekje, kijk daar een klein plekje. Dat komt omdat ik heel veel met mijn muis werk. In plaats van wat anders. Ik leg mijn pols op die rand en dat gaat schuren. En dat moet eigenlijk op een andere manier. Ik denk dat ik, ja, een kussentje moet je daar hebben, dat je met je pols daarop leunt, weet je. Misschien een handdoek opvouwen. Nou ja, we merken het wel, ja, toch. Komt goed. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, hou vol goede moed en wees lief voor elkaar en lach met elkaar en doe leuke dingen met elkaar. Ga de natuur in als jullie dat durven met onweer. Ik zou het niet riskeren, want je weet maar nooit wat er gebeuren kan. En dus ja, dan kun je beter gewoon naar familie op bezoek gaan. En naar je moeder, je schoonmoeder. Ga daar maar naartoe in plaats van de natuur in. Hè, of naar je eigen moeder, oma, voor de kleinkinderen. Ga er naartoe lekker genieten en gebakje erbij, klaar. Ze zeggen, lieve vrienden, tot later maar. Doei!
Ja, lieve vrienden, jullie zien het goed. Ik heb mijn schortje weer om. Ik ga lekker de keuken in, kokerellen. Ik heb nog niks gedaan aan een vlog. Zou ik wel gedaan hebben, maar... Nee, ik heb andere dingen gedaan. En Karen die heeft me even gebeld. En Karen, ja, dat weten jullie, die mooie gedichten heb ik jullie voorgelezen. Nu heb ik weer telefoon. En nee, niet van Karen, nee. Van onze Jan van Dam uit Emmeloord. Dus ja, zeg eens even gedag, Jan. Goedemiddag iedereen. Iedereen een fijne moederdag gewenst nog. Toppie, toppie. Ja, dus ja, ik ga lekker zo de keuken in en... Ga dan aan de kokerel. Wat ik klaar ga maken, weet ik nog niet. Maar ik heb genoeg in die koelkast wat gedaan kan worden. Dus ik ga een hutje-mutje maken, meisje neus ertussen of zoiets. Ik weet het niet. Maar ik laat het jullie wel zien als het klaar is. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag verder. Het is namiddag, het is bijna 16:56, het is bijna 5 uur. Dus geniet, zou ik zo zeggen. En... Doe leuke dingen met elkaar. Ga lekker eten met elkaar. Geef elkaar knuffels, kusjes. En wees gewoon lief. Ja. Ze zeggen tot later. Muah. Doei. Nou, lieve vrienden. Ik heb allemaal vergiet vol. Daar staat de afval. Maar ik heb een schaaltje gepakt. En een ui. En daar ligt nog een ui. Tomaatjes leggen daar. Dat moet ik ook nog snijden. Maar... ui mag niet in plastic, want dan gaat je plastic naar ruiken. En daar heb ik een bak koffie staan. Dus ja, en ik heb nog steeds Jan van Dam aan de telefoon. Ja, nog steeds, ja. Ja, nog steeds ook. Ik zie ook een teentje knoflook leggen en een takje met kruiden en magblokjes. Nou, ik zie gewoon wel wat ik maak. Ik weet er nog steeds niks van wat het gaat worden. Ik ga het in ieder geval smoren. Met spekjes erbij. Ja, want ik heb ook nog spekjes leggen. Dus het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ze zeggen tot later. Zo, lieve vrienden. Dat is mijn groente. En wat zit hierin? En minesjes. Ja. Heb ik fijn geknepen. Dat zit daar al in. Dus dat ga ik zo meteen even in roeren. Dus we eten gewoon. Bami. Ja, daar zit wel een heleboel nattig in, maar het moet ook goed gaar wezen voor mij. De meesten die doen alleen een roerbakken in wat olie of weet ik veel wat, waar men dan ook in bakt. Maar ik heb er ook even wat anders doorheen gedaan, dat ook even ja, garen kan, laat maar zeggen. Anders brandt het maar aan, ja. De pannen, ja, inductie is leuk, maar ja, de pannen die, hoe heet het, in het midden, je zit ook wel eens per ongeluk met een mes of iets anders aan ijzer erin, ja, en dan beschadig je de bodem mee. Dus ja, ik heb het even een beetje nattig, zodat het ook wat gaar kan worden, maar ik hoef dat vocht niet allemaal te hebben, misschien ook wel, want dat legt er me net aan wat dat doet. Ja, als dat veel vocht opneemt. Maar we merken het wel. Ik laat dat jullie straks wel weer even een keer zien. En dan komt het allemaal wel goed. Ik zou zeggen, hou vol goede moed en tot straks. Nou, lieve vrienden, mijn eten is klaar. Dikken uit. Maar ook in die pan zit nog genoeg in. Ja, enkel dan zonder bami. Of tenminste zonder mie. Hier wel met mie. Dus ja, ik ga lekker eten en daar zal ik morgen misschien... Nee, hier heb ik nog wel genoeg aan naar morgen. Ik denk hier dat ik hier nog 3 keer van kan eten. 2-3 keer. En anders gaat dat gewoon in de vriezer. Ja, doe ik het in de zakjes, diepvrieszakjes en dan gaat het in de vriezer. En anders zit ik de hele week eraan te eten. Iedere keer op een andere manier. Ja. Dus ja, ik ga lekker eten en het is al, ja, reeds, nou ja, kijk zelf op mijn horloge. Hij loopt niet helemaal goed. Maar hoe laat het exact is, dat weet ik even niet. Nee, in ieder geval, jouw quiz is bezig. Ik heb momenteel reclame, dus ik ga lekker zo verder televisie kijken. Ik moet nog een vlog in elkaar zetten vanavond. Er is nog genoeg te doen, dus ik zou zeggen, lieve vrienden. Ik ga eten zoals ik al zei. Jullie een liefdevolle avond gewenst met z'n allen.
En voor vanavond later wel terug dus. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan. Toedeledokies. Nou, lieve vrienden, ik kom eventjes weer terug om jullie dat toch het spel in de lucht te laten zien. Weerlicht tot en met iedere keer. Het is net begonnen. Hup, kijk. Ja, dat... het is nog zo goed als droog. Af en toe een spatje. Maar dat kan de pret niet boeien. Ik denk, laat jullie dit toch even zien. Daarnet was er een hele kras door de lucht. Het is nou gewoon enkel maar een flits. Ik wil, ja, die kras, dat vind ik wel mooi. Het trekt wel, hè. Ondanks, kijk, wauw. Ondanks dat ik er aan bang ben, toch vind ik het wel mooi. En ik moet nog steeds een vlog in elkaar zetten. Ja. Jullie willen niet weten wat voor hoofdpijn ik heb. Ook dat nog. Ja, en dat komt door wat er nou bezig is. Dat heb ik ook altijd met sneeuw in de lucht. En nu hebben we onweer in de lucht. Ja, en ik heb de televisie aan en eigenlijk, ja... Rommel de bommel, wat een gestommel. En toen hoorde ik het sneller gaan regenen. Oh, dat was mijn haakje. Ik kom hier, jij. Mooi, hè? Even goed. Ja, en met dit filmpje als slot maak ik er gewoon een einde, helemaal een einde aan vandaag de dag. Morgen gewoon weer een nieuwe dag. Morgen weer een maandag, 10 mei. Zo dan! Halleluja, zoete peertjes. Wauw, 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 wauw. Ja, ik zak wat af en toe. Ik leun tegen de post van de deur aan, lieve vrienden, dus ja. Dan glij je af en toe naar beneden. Zo dan. Nou ja, zo gaat het hier dus. Met af en toe eens een keer een lekkere kras door de lucht. Nou, lieve vrienden, ik sluit de deur. Want ik vind het maar niks. Ik heb één keer in mijn leven een vuur... Ja, daar zag ik een kras. Eén keer in mijn leven een vuurbal meegemaakt. En dat hoef ik niet weer, nee. En hier hebben we een hele mooie jonge dame van 4 jaartjes, hè? Ja! En daar hebben we nog een mooie jonge dame, die wordt van de zomer 2 jaartjes. Ja, echt waar. Nou ja, en ik zou dus beginnen met een begin, maar dat moet allemaal nog. Ja! Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga aan het werk. En de rest komt. Oeh, ja, wat moet je? Ik schrik er van jou. Hey, hallo. Ik schrik van jou. Ja. Oh, er gaat nou nog een eentje lopend langs mijn huisje. Ja. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Hallo. Kiekeboe. Kiekeboe! Ik wil even wat uitproberen. Ik weet niet of dat lukken wil. Oh, dat is inzoomen. En dat dan?
dat hoeft, nee, niet inzoomen. Terug, terug. Terug. Nou is hij zwart-wit. Zo. Zo is hij mooi. Ga je in het hoekje zitten? Je bent toch niet stout? Je bent lief. Ga je toch niet in een hoekje zitten? Smalle meid. Met nou meisje. Ja. Hé? Nou, je mag zo bij vrouwtje leggen hoor. Hier, of op de bank bij Rijka. Hé? Ja. Het is helemaal. Gebeurt er allemaal. Hé, wat gebeurt er allemaal, kind? Kijk, is het mooi. Net vuurwerk, hè? Ja. Net vuurwerk. Ja. Nou, oké, lieve vrienden, dat is het dus voor nu. Met een blik op onze Elwing zeg ik wel terug dan alvast. En graag tot morgen. Doei, doei.